Dit is Lisa uit Delft. Het gezin van Lisa heeft weinig geld te besteden. En om toch leuke dingen te doen, hebben zij de Delftpas. De Delftpas is er voor iedereen. Maar het gezin van Lisa heeft een laag inkomen, waardoor haar moeder een Delftpas voor 5 euro kon kopen. Voor Lisa en haar broertje kreeg ze een gratis Delftpas. Dit jaar kreeg Lisa op haar Delftpas ook een tegemoetkoming in haar schoolkosten. Dit tegoed wordt automatisch op haar Delftpas gestort. Lisa kan met haar Delftpas schoolspullen kopen in deelnemende winkels. Haar moeder kan de Delftpas van Lisa ook gebruiken om de ouderbijdrage op school te betalen. Dat doet ze door de Delftpas van Lisa op school te laten zien of ze mailt het pasnummer naar school. Wanneer Lisa haar schooltas kapot gaat en haar gymschoenen te klein zijn, kijkt Lisa op haar Mijn Account. Zij ziet nu direct wat het saldo op haar Delftpas is. Er staat voldoende saldo op haar pas en Lisa gaat een nieuwe tas en nieuwe gymschoenen kopen. Iedereen kan een Delftpas kopen, maar Delftenaren met een laag inkomen kunnen de Delftpas voor 5 euro kopen. Inwonende kinderen krijgen dan een gratis Delftpas met de tegemoetkoming in de schoolkosten erop. Wilt u meer informatie over tegemoetkoming schoolkosten en de Delftpas? Kijk dan op www.delftpas.nl. De Delftpas. Leuke dingen doen, gratis of met korting.